Goedemorgen. Mag ik u één vraag stellen? Alsjeblieft. U gaat nu stemmen. Laat u zich leiden bij uw keuze door bepaalde idealen. Ja, mijn ideaal, de zaak. De? De zaak, hè. De zaak? Ja. Ja, precies. De winkel. De winkel. Dus het zijn niet idealen met een bepaalde toekomstvisie. U zegt direct bij huis blijven. Nee. Direct bij huis blijven, inderdaad. Ja, ja. De zaak. Laat u zich bij het stemmen leiden door bepaalde idealen? Nee. 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 Die spelen geen rol? Nee. U kijkt zuiver... Ik kijk gewoon wie ik stem, stem ik. Juist. Voor het eerst van mijn leven ga ik stemmen. Het is de eerste keer? Ja, voor het eerst van mijn leven ga ik stemmen. Ja. Dan kom nou kom ik in mijn neus uit. Zoutje oplichters. Zakkenvullers. Hebt u nou... ja. Hebt u nou... Stemt u nou vanuit bepaalde idealen? Bepaalde idealen? Die meespelen bij uw keuze. Bepaalde idealen. Bepaalde idealen? Bepaalde idealen, ja. Zou Sharon Stone eens een keer willen palen? Sharon Stone, maar verder. Bedoel, ze doet toch maar wat? De zakkenvullers. Hé, zoutje oplichters. Dus laat ze maar een keer schrikken. Laat ze maar een keer schrikken. Ik ben nooit wezen stemmen, altijd mijn reet aan mij afgeveen met die kaart. Ik ga nou een keer stemmen. Laat ze maar een keer schrikken. U hebt zojuist gestemd. Ja. Hebt u zich laten leiden door bepaalde idealen? Nee, ik ben heel erg consequent. Maar die mogelijk, achterlijk van. Is het gelukt voor de eerste keer stemmen? Ze staan er niet op. Ze staan er niet ze op. Ze staan er niet op. Ze worden gekooiboyd hier. Ze staan er dus niet op. Hier op die hele lijst. Ze staan er niet op. Sta niet bij! Ja, maar dat betekent dat uw partij heeft in deze gemeente dan geen lijst uitgebracht. Jullie zitten toch het hele land? Zitten het hele land er overal? Maar ze worden hier gekooiboyd. Goed, die zakken vullen, ze bang dat ze eruit gaan. Ze worden niet geboycott. Ze worden gekooiboyd. Nee. Wel dan? Dat is de nazi-methode! Dat ze gekooiboyd worden! Die zakken vullen bang zijn dat ze daarom dus gekooiboyd zijn. Bang dat we altijd gaan die zakken van ons eruit, die oplichters. Dat mag ik helemaal nooit bestemmen. Ja, de nazi-methode, dat is de